Nou, Marinus, hoe waren de feestdagen voor jou? Ja, het was wel lekker. Het was een stukje korter dan normaal. Maar ja, natuurlijk ook in de aangepaste vorm. Maar gelukkig wel met name veel aandacht aan mijn eigen familie kunnen besteden. Dus dat is het allerbelangrijkste. Dus ja, het was wel relaxed eigenlijk. Ja, want de naam Winterstop wordt dan genoemd. Maar het mag het nauwelijks een winterstop noemen eigenlijk op deze manier. Nee, dat klopt. Ik zat nog te denken voor mezelf. De laatste 3, 4 jaar ging ik meestal een weekje op vakantie met vrienden en familie. En dan ging ik meestal een weekje op trainingskamp naar Spanje, naar het zonnetje met Utrecht. Dus ja, nu waren we gewoon nieuwjaarsdag gaan trainen. Gelukkig nog wel redelijk weer. Dat was niks mis mee. En ja, morgen mogen we gewoon lekker ballen. Nou ja, normaal is zo'n winterstop ook een beetje bedoeld om bij te tanken na zo'n eerste seizoen zelf. Denk je niet dat de ploeg dat gaat missen? Of maakt dat niet uit? Nou, het is wel vreemd. Aan de ene kant hoef je niet weer op te bouwen. Dus je kan wel snel doorstarten. Dus je hoeft niet echt conditioneel wat dingen op te bouwen. Dus dat is een voordeel, vind ik. Maar qua frisheid zal moeten blijken. Maar ik ga wel kijken daar waar ik kan om wat extra dagen vrij te geven straks als het programma het toelaat. Dus in die zin zou het kunnen, maar we spelen maar één keer per week over het algemeen. Dus in die zin is het niet heel zwaar. En hoe, met wat voor gevoel kijk je terug op die laatste week, die 2 wedstrijden? Ja, goed en niet goed. Goed omdat je doorgaat tegen Zwolle. Goed dat je 2 wedstrijden in een ander systeem goed functioneert. Goed, behoorlijk goed speelt. Dus dat geeft wat houvast. Ja, aan de andere kant, als je naar de stand kijkt, dan word je daar niet vrolijk van. Nee, en een hele korte winterstop. We zijn weer begonnen. Hoe staat de ploeg er nu op dit moment voor? Ja, wel oké. Wat ik zei, conditioneel is het allemaal prima. We hebben wat blessuretjes. Dylan Seijs is nog geblesseerd. Gaat wel goed. We hebben Thomas Oukot, die tegen Cambuur vrij snel uitviel. Die heeft ook nog een paar weken nodig. Die is er niet bij. Dus Stijn Meijer heeft wat pijntjes. Die zal er ook niet bij zijn. Dus we hebben eigenlijk 3 blessures en de rest is fit. Dan gaan we beginnen tegen NAC Breda. Is dat nog een speciale wedstrijd voor jou? Nee, valt wel mee. Ik heb er een tijdje gezeten, een hele mooie club. Met name de thuiswedstrijden waren geweldig, vond ik. Met het publiek in het mooie stadion. Dat vond ik altijd wel een feest om daar te spelen. Dus in die zin ja, heb ik daar voornamelijk goede herinneringen aan. Dus maar niks speciaals voor de rest. Nou, wat voor ploeg is NAC? Stug. Zeer fysiek ingesteld, zeer veel duelkracht, maar 15 goals tegen, dus dat zegt iets wat veel. Voetballend zijn ze wat minder, ik bedoel, het is meer wat Engels wat ze spelen, dus dat is niet minder, maar Engels. Snel de lange bal, en dan weer op de duelkracht, tweede ballen spelen. Nou, dan hebben ze natuurlijk wat individuele kwaliteiten met mensen die redelijk makkelijk een doelpunt kunnen maken. Dus het is stug en veel duelkracht. Dat is NAC.